Welkom bij jouw kaartlegging. Kies jouw dagkaart. Hier staan drie kaarten voor jou klaar waaruit jij mag kiezen. Kaart A, kaart B of kaart C. En ik ga toch nog kort even zeggen, als je geen klik hebt met die kaart, geen erg, dan is dat vandaag geen kaart voor u. Op naar de volgende en laat ze los. Gaat u er niet in wringen. Gaat er niet over nadenken, ja, maar moet ik niet daarnaar gaan handelen? Geen klik, dan is het niet de kaart voor u. En dat is helemaal niet erg. Zo, dan gaan we beginnen met kaart A. En kaart A is de kaart van de koala. Spirit heeft een plan. Deze kaart die vraagt aan jou om... ja, kijk eens gewoon even of haalt in je hoofd het beeld van een koala. Als we naar de dierentuin gaan of op tv, maakt me niet uit waar dat je dat beeld gezien hebt. Maar enerzijds een koala die beweegt heel traag. En vervolgens die eet ook echt op zijn gemakje de eucalyptusbladeren op. Die neemt daar echt de tijd voor. En dat is eigenlijk wat de koala vraagt. Om niet te haastig door het leven te gaan. Niet altijd hup, van het een naar het ander, naar het volgende en verder en nog iets en hup en nog en nog en nog. Nee, doe de dingen eens op je gemak, op jouw tempo. Zodat je ook de zaken die dat je meemaakt echt bewust kan meemaken. Niet dat je achteraf moet terugdenken... aan het einde van de dag. En wat heb ik nu deze voormiddag gedaan? En omdat je zoveel gedaan hebt, kun je de helft al niet meer opsommen van wat je gedaan hebt. Wanneer je dat op een normaal, rustig, een gewoon tempo zou doen, dan zou je op het einde van de dag wel kunnen zeggen wat je allemaal gedaan hebt. En dan heb je dat ook bewust meegemaakt. Het andere deeltje van wat de koala jou vraagt, is wees... tevreden hier en nu vandaag met hetgeen dat je hebt. Niet van, ja, maar straks als ik de lotto gewonnen heb, dan ga ik tevreden zijn. Dan ga ik gelukkig zijn. Straks als ik die dikke BMW gekocht heb, ja, dan ga ik gelukkig en tevreden zijn. Ja, maar straks als ik in mijn pensioen ben en ik heb mijn huis in La Dolce Italia gekocht, mijn buitenverblijf, dan ga ik gelukkig zijn. Nee, die koala die vraagt van, wees hier en nu gelukkig. Wees hier en nu ook al content met wat er wel is. En ja, ook met hetgeen dat er niet is. Probeer daarin nu ook al in gelukkig te zijn. Want als je niet leert van er nu met de situatie van vandaag gelukkig te zijn, als je dat nu nog niet leert, dan ga je dat straks, als je de lotto gewonnen hebt, die een BMW hebt gekocht, of dat buitenverblijf in Italië hebt gekocht, gaat dat ook niet lukken. Om gelukkig te zijn, omdat je dat niet geleerd hebt. Dus dat is iets wat de koala van jou vraagt om daar toch aandacht aan te besteden. En dan gaan we kijken naar kaart B. En kaart B is de kaart van de spin. Maak je dromen waar. Ja, een droom, dat begint met een gedachte. Dat begint met een idee. En vervolgens ga jij... verschillende handelingen gaan doen om dat dan te gaan omzetten in realiteit. En de spin vraagt aan jou om die dromen, om die duidelijk te maken, die dromen. En eventueel ook naar andere mensen toe, maar zorg ervoor dat die droom voor jou heel duidelijk is. Dat je echt wel weet wat je wil. En dan kan je daaraan stilletjes rustig aan beginnen werken. En hetgeen dat het universum dan gaat doen, is jou daarin tegemoetkomen. Omdat het universum dan ziet van oké, jij hebt inderdaad van een gedachte, ben jij nu aan het omzetten in realiteit... jij bent een droom aan het realiseren. En dan gaat, wanneer dat jij één draad geweven hebt van je web, dan gaat het universum jou tegemoet komen met bijvoorbeeld
mensen die spontaan jouw hulp aanbieden wanneer jij over jouw droom vertelt of jou spontaan goede raad geven omdat ze daar ervaring mee hebben. En dan ben je weer verder geholpen en dan kan je weer verder. En vandaar dat het zo belangrijk is, wanneer jij je dromen waarmaakt, dat je heel goed weet wat dat je wil en dat je daar ook heel concreet aan gaat werken. En ja, wanneer dat er dan andere mensen zijn die jouw hulp aanbieden, wees daar dan ook dankbaar voor, hè? Want dat beloont het universum ook. Door dan weer nieuwe cadeautjes tussen aanhalingstekens op jouw pad te brengen op weg naar jouw droom. Maar ja, spin jouw web van jouw droom en maak het een realiteit. Hè. Laat het niet een idee zijn, laat het niet een gedachte zijn, maar maak het realiteit. En dan gaan we over naar kaart C. En kaart C is de kaart van de vos. Denk snel en improviseer. Ja, er gaat hier precies van alles snel jouw richting uitkomen. En de vos die raadt jou aan om snel na te denken. Dus de verschillende opties te bekijken. En dan binnen die opties ook weten van, ja, maar als ik dan voor die optie kies, wat zijn dan die gevolgen? Ja, in bepaalde situaties is er niet keuze A, B of C. Maar ga je iets moeten improviseren? Ga je zelf iets moeten verzinnen? Nu, heb er vertrouwen in dat of het nu de situatie is waarbij dat je een aantal keuzen kan maken uit een aantal alternatieven, of dat je moet improviseren, weet dat je dat kan. Ook al gaat het allemaal snel, ook al heb je zoiets van, zeg, ik heb nog maar juist deze in orde gebracht en het volgende is er al, heb er dan vertrouwen in dat jij dat aan kan. Ja, probeer even de vos voor jou te visualiseren. Ja, die moet ook snel denken, die moet ook improviseren om te overleven. En jij kan dat ook. Jij bent daar ook zeker toe in staat. En dan komt eigenlijk alles goed. Zo, dit was jouw kaartlegging voor Kies jouw dagkaart. Fijn dat je keek en ik wens je nog een prettige dag.